Wie moeten wij volgen op Instagram? Ja, mij natuurlijk. David Tiel is mijn handle, zowel op Instagram als Twitter. Welke overleden persoon had je graag nog mee willen eten? Maar toch wel Johan Cruijff, eigenlijk. Toch graag zijn wijsheden wel eens in persoon willen horen. Hoe ziet mijn ideale schrijfdag eruit? Oké. Ik fiets van huis naar kantoor. Ik haal €1 bakje koffie bij de supermarkt en mijn ontbijt. Ik eet achter mijn bureau. En dan doe ik de eerste 3-4 uur niks. En dan begin ik om 1-2 met lezen en schrijven. En dat is dan tot 7-8 uur. En dan doe ik boodschappen. En dan ga ik naar huis en koken en slapen. En de volgende dag, it repeats. Als geld geen rol speelde, waar zou je dan een schrijversretraite willen houden? Ik denk wel op Hawaii, pina colada, surfen en schrijven. Welk tijdperk had je graag willen leven? Maar toch wel, ben in de jaren 80 geboren, maar ik had zelf graag als volwassene de jaren 80 willen meemaken. Toch een hedonistisch tijdperk op vele vlakken en dat had ik graag, ja, als 18-jarige studententijd toch wel graag de jaren 80 echt had willen meemaken. Niet erin geboren zijn, wat ook goed was. Welke familie is volgens jou het rijkst geworden tijdens de Tweede Wereldoorlog? Dat is wel de Flick-dynastie. Dat is ook de enige van mijn hoofdpersonen die na de Tweede Wereldoorlog tijdens de Nuremberg-tribunaal is veroordeeld voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Friedrich Flick, de patriarch, die overzag het grootste steenkolen- en wapensconglomeraat tijdens het Derde Rijk. En aan het eind van, toen in 1945, was hij alweer Duitslands rijkste man. Dus ik denk dat de Flicks zijn wel het rijkste geworden. En in 1960 was Friedrich Flick alweer Duitslands rijkste man als groot aandeelhouder van Daimler-Benz. Dus het is iemand die in 1930 Duitslands rijkste man was, in 1945 en in 1960. Dus de ultieme opportunist en profiteur. In welk tijdperk dan ook. Je hebt dit boek geschreven bij een New Yorkse uitgeverij. Hoe verschilt het uitgeverproces in de VS van het Nederlandse? Dat kan ik eigenlijk niet zoveel over zeggen, want het is mijn eerste boek. En ik heb alleen maar natuurlijk van heel dichtbij het Amerikaanse of het Anglo-Saxische uitgeverproces meegemaakt. Maar wat ik wel merk bij alle uitgevers is dat ik ben natuurlijk zelf journalist. En dat is met korte deadlines over het algemeen, behalve als je een onderzoekstuk bezig bent wat maanden kost. Maar over het algemeen is het in de ochtend idee, in de middag of avond leveren. En ik merk wel dat het uitgeverproces is wat langzamer nogal. Dus ik was wel echt onder de indruk ook met wat voor tijdlijnen zij allemaal werken. En hoe lang dat van tevoren allemaal gepland wordt. Hoe belangrijk vind jij dat bedrijven zich verantwoorden voor daden uit het verleden? Nou, heel erg belangrijk. Ik denk dat bedrijven niet alleen hun zakelijke successen moeten vieren. En de grote aandeelhouders, de families die ook die het meest van deze zakelijke successen profiteren. Maar ook hun, dan wel hun oorlogsmisdaden, dan wel hun slavernijverleden, dan wel hoe ze van de koloniale tijdperk hebben geprofiteerd. Dan wel hoe ze gecollaboreerd hebben met de Duitse bezetter of als het om Duitse ondernemingen gaat, hoe ze geprofiteerd hebben van dwang- en slavenarbeid en massale wapenproductie en de onteigening van Joodse ondernemers, maar ook ondernemers in Duitse bezette gebieden. Je boek kan gevoelig liggen bij de families die je bespreekt. Ben je tegengewerkt in het schrijfproces? Nee, helemaal niet. Dat was natuurlijk ook een van mijn overwegingen, vooral tijdens de fact-checking periode in juni, zomer 2021. Maar ik heb zelfs geen... Ze hebben me allemaal niet te woord gestaan. Dus in die zin, op één erfgenaam na, een kleinzoon van Friedrich Flick, heb ik mee gecorrespondeerd. En een deel van zijn commentaren die staan ook aan het eind van het boek. Wat heeft je het meest verrast tijdens het onderzoek? Ik denk
de grootte van hoe groot deze ondernemingen en deze ondernemersfamilies allemaal met de misdaden van het Derde Rijk daarvan geprofiteerd hebben, hoe erg ze daarmee gecollaboreerd hebben, ook met het naziregime. Ik denk dat ik er vrij naïef ben ingegaan. Ik dacht van, oh, ik zie misschien wel een schrijntje van een soort van mededogen of een soort van reflectie. Dan wel van de hoofdpersoon in mijn boek, de patriarchen van deze ondernemersfamilies. Dan wel van hun erfgenamen, maar er is echt totaal geen reflectie in. Ik denk dat dat wel mij wel het meest heeft verrast en ook wat het meest heeft gechoqueerd.